Sylvia Millekamp. Op 19 augustus 2001 overlijdt Sylvia Millekamp. Ze is dan 45. De wortels van Sylvia's toneel- en tv-carrière liggen in het Brabantse Boksmeer. Ten eerste, het is een van de meest populaire en meest bewonderde vrouwen in Nederland. We hebben ook maar heel weinig helden in Nederland. Zij is er in ieder geval één van. Daarnaast heeft zij een groot deel van de jeugd in Boksmeer gewoond. Ze kwam hier heel vaak, omdat de ouders ook altijd hier nog zijn blijven wonen. En als wij haar vroegen voor iets, voor een evenement te openen of wat dan ook, dan was zij er altijd. De moeder van Sylvia reageert positief op de plannen. Zij wordt als inwoonster van Boksmeer straks wel elke dag geconfronteerd met het beeld. Het zou me toch wel iedere keer iets doen, dat zeker. Maar ja, ik zie er in zoveel gedaanten en in zoveel manieren. En je hoort ook zoveel over haar praten. Dat voor mij eigenlijk onder de hand een beetje bij mijn leven hoort. He? Ondertussen stromen de verzoeken binnen van kunstenaars om het beeld te mogen maken. We krijgen al heel veel aanbiedingen uit het hele land van kunstenaars die bij wijze van spreken voor iets meer dan een materiaalvergoeding haar graag willen vereeuwigen. Gewoon, en dat blijkt dus al dat zij dus enorm populair is. En vele kunstenaars vinden het ook een perfect idee en willen haar graag in wat voor vorm dan ook gestalte geven. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Je moet als moeder toch ook trots zijn dat jouw dochter, het is een schrale troost, maar een troost, jouw dochter dan zo groot in je eigen woonplaats staat. Ik vind het prachtig. Ik vind het ook heel goed. Wij gaan altijd zo slecht met onze helden om. Ja, heel erg. Dat gezeul op een gegeven moment, dat het beeld van Wim Kan. Ja. Dat was ontzettend lief. Dat stond leuk op het Leidseplein. Daar was heel lang voor geknokt om dat te krijgen. Wim Kan en Corrie Fonck. Heel kind, familievriendelijk beeld op het Leidseplein. Dat moest weer weg omdat het niet groot steeds genoeg was of zo. Omdat het Leidseplein. En toen hebben ze het voor mij naar het Kuur House gebracht. He, ja, daar is het weer verhuizen waar het nu. Ik hoop dat het er nog steeds staat, maar je moet mij eigenlijk niet vragen of het er nog steeds staat. Maar wij zijn er zo slordig in die dingen. Ja. En nu denk ik van hartstikke goed. We hebben ook even gebeld met Nol Willemsen, de ex van Sylvia. Nou, die is erg vereerd. Die hoopt ook echt dat hij op de hoogte gehouden wordt. Misschien zelfs dat hij mee kan praten over welk beeld het wordt. Zou ik een heel verstandige keuze vinden als dat gebeurt. We hebben ook even Haie van der Heijden gebeld, die natuurlijk heel lang een relatie met Sylvia gehad heeft. Die wist er eigenlijk nog niks van. Die overvielen we er een beetje mee, maar die vond het op zich een prachtig idee en vroeg zich af van is dat niet toch wat pijnlijk voor Lenny, de moeder van Sylvia, om er steeds mee geconfronteerd te worden. Nou, het antwoord hebben we juist gezien. Precies.